van even voren. Hallo, Mas. Ja, ja, Piet komt direct hier. We gaan repeteren voor de show van volgende week. Oh, dat zal hem zijn, denk ik. Zie ik je ook morgen dan? Okido. Ja, 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 ja. Yes, yes, yes. Hey, dag Piet. Duurt u wel lang, man. Duurt u wel lang. Ik dacht dat je het moet doen, hoor. Afblijven. Van Harry, ligt op het ziekenhuis. Oh. Ga ik daar even langs. Doe je hem goed te vallen? Zo. Kijk eens, meneer heeft zelf fruit. Hij moet fruit hebben. Ja, ja. Dit is kunstfruit, hoor. Kijk, dit. Kunstfruit? En dit is klein kunstfruit. Ah. Zeg, wil jij wat drinken? Pilsje, zak er wel in. Doe ik een beetje mee. Doe een beetje mee. Zeg, granaten de Baldi. Waar is het? Ik ben vanmorgen al bij een reisbureau geweest. Wat ben je er nou bezig met je vakantie? Je moet tegenwoordig vroeg boeken, jongen. Ja, dat is... Waar gaan jullie naartoe? Wij gaan het dit jaar heel speciaal doen. Wat dan? Jij gaat lachen wat ik nu ga zeggen. Wij gaan doen aan vakantiespreiding. Dat is in? Mijn vrouw gaat de eerste 2 weken van juli. En ik de laatste 2 weken van augustus. Dat is goed, dan blijf je huur nog fris. Alles blijft fris. Proost, cheers, boy. Nou, ik denk dat ik dit jaar naar Italië ga, moet je zeggen. Italië? Want, ja, dat zie ik wel zo. Daar ben ik vorig jaar geweest. Oh. Dat is prima, hoor. Ja, toch. Daar ben ik lift ondertoe geweest. Oh, daar zie ik de lol niet van in liften. Dat vind ik vreselijk. Jongens, dat is een gein. Is dat gein? Natuurlijk, je zit zelf het hele jaar achter het stuur. Hmm. Dat liften geeft je een enorme kick. Jawel, maar dat uren wachten, begrijp je, dat vind ik niet leuk. Ik heb er een speciaal systeem voor. Is dat zo? Ik gooi een boom, stam dwars over de weg en dan moet je zo gestopt. Wat Maar dat is nou de langste keer dat jij op een lift hebt moeten wachten? Dat was Italië. Oh. 6 uur. 6 uur op een auto wachten? Nee, op een boot. Was in Venetië. Oh, mooi. Prachtig hotel had ja, ja. Weet je wie er ook was in het hotel? Nee. Sophia Loren. Zo chic. Zij had op 1 na de mooiste kamer. Zij kijkt uit op het San Marcoplein, want je met die duiven. Ja, en ik... Ik had de mooiste. Nee. Waar kijk jij op uit? Op haar kamer. Ja. Ja, ik moet je zeggen. Ja, Engeland ben ik altijd gek op, dat weet je. Hè? Maar ik vind de douane zo streng geworden. Ja. En ik was er met mijn vrouw vorig jaar, jongen. Alles doorzoeken. En ze hebben zelfs het ondergoed van mijn vrouw doorzocht. Ondergoed? Dat mag toch niet? Nee, ergens zaten het nog aan. Dat is toch niet aardig? Ja. Nee, nee. Zeg, maar ik heb hier die vakantievolders. Oh. Maar je weet werkelijk niet waar je naartoe moet, hoor. Zal wel niet. Hier, Gran Canaria, ja, voor een paar centen maar, 14 jaar. Hier wat ook erg in is, Amerika per camper. Oh, dat is leuk, ja. Ik weet het niet, jongen. Nee, dat zijn zoveel dingen. Maar we maken het ons misschien ook een beetje te moeilijk, Pietje. Waarom? Nou, we hebben toch eigenlijk ook een mooi vakantieland. We hebben een mooi land. En als je hier blijft, heb je geen problemen met verre reizen. Geen problemen met vreemde talen. Geen problemen met vreemd voedsel. Geen zon. Nee, je slaat de spijker op de kop. We hebben hier geen zon, zomers. Niet onzeker. Terwijl de stranden zijn mooi genoeg. Ja, ah, vind ik wel. En ik moet zeggen, bij ons op de stranden, hoor, je kunt er ook wel lachen, hoor. Ha ha ha!
Geloof het toch niet, hebben we fanmail gekregen. Kijk eens. Nee, hè? Nee, hè? Zeker. Veel? Heb je ze allemaal al gelezen? Nou, waar. Deze. Mag ik maar voorlezen? Geachte Mautjes, u heeft laatst in een van uw shows een grapje gemaakt met een pastoor. Wat hebben we hebben we dat ook weer gedaan? Ja, verstand, ja. Maar dat kon ik erg om lachen. Ook grapjes over de katholieke kerk en over de paus vind ik kostelijk. Ga zo door. Ondertekend Rabbi Cohen. Hey, dit vind ik wel mooi, luister. Mijne heren, mijn naam is Miss Jolita. Ik heb een succesvol striptease nummer van 20 minuten. Ik heb overal veel succes. Ik zou graag een keer in uw show willen staan. Om u enige indruk te geven hoe mijn nummer eruit ziet, sluit ik hierbij mijn kostuum in. Kostuum. Dat... Hey. Ah. Los Heros! Beste Pieter en René, ik kijk al jaren naar jullie shows en ik vind dat jullie steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Nee, ja. Zijn jullie soms broers? Jullie lijken wel een tweeling. Hoe vind je deze? Ik vind dat leuk. Goedenavond, John. Goedenavond. Zo, het gebruikelijke recept van heel graag. Ja, zo. Goedenavond. Heb ik u niet eens eerder gezien? Oh, heb je het weer? Nee, dan bent u vermoedelijk in de war met mijn broer. Ja, ik ben het wel gewend hoor, dat zeggen ze meer tegen ons. Mag ik u ook iets drinken aanbieden, mevrouw? Dank u wel. Een gin tonic graag. Lijkt u zoveel op uw broer? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Wij zijn van een tweeling. Aanwerkelijk, ja, ja. Enig. Ja, je kan ons nauwelijks uit elkaar houden. Ja, dat is heel grappig. Dat is... Oh, daar komt mijn broer net aan. Ik zeg goedenavond, goedenavond. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Nou. Wat, zijn jullie een tweeling? Ja. Vindt u dat zo vreemd? Ja. Hebben jullie nog nooit eerder een tweeling gezien? Maar jullie lijken helemaal niet op elkaar. Nou, dat hebben we wel eens meer gehoord, hè? Ja, maar dat moet je dan ook weten, hè? Ja. Je moet het ook heel goed zien, bijvoorbeeld. Kijk, als je goed oplet, hè, dan zie je bijvoorbeeld, kijk, dat mijn ogen iets lichter zijn als die van hem. Ja, kijk maar. Het is een detail, hoor. Ja. Er zijn maar weinig mensen die dat opvallen. Ja, ja, eigenlijk, hè. Ja, u bent toevallig super intelligent. Ja, zeker. U hebt het meteen door, hè? Ja, meteen. Ja, daar hoef je helemaal niet intelligent voor te zijn. Jullie lijken totaal niet op elkaar, dat ziet iedereen. We hebben meer gehoord, hè? Heel gelukkig, blankje. Kijk nou. Beste vriend, hoe vaak heb ik het al gezegd? Dit is voor hem en de gin tonic. Voor mij. Ja. Sorry, heer, net toen ik kwam. Ja. Ja, ziet u mevrouw, deze heren komen hier al jaren, maar ik ken ze nog steeds niet uit elkaar. Nee, hij kan ook niet uit elkaar. Logisch, hè? Ach, wat een onzin. Eén is toch beslist kleiner en dikker? Nou, dikker, een ogenblikje. Ik ben juist afgeslankt. Ja. Ja, maar ik bedoel u niet, ik bedoel hem. Haha! U houdt ons zelfs niet eens uit elkaar. Nee, zie je dat nou? Nee. Ik zou zeggen van de frisse. Ja, ja, van de frisse. Laat hem even erin gooien. Nou, lekker hoor. Ja, gezellig. Vertelt u eens, hoe heten jullie? Ik ben Henk. En ik heet ook Henk. Ja, zelfs de dokter kon ons als baby's niet uit elkaar houden. Is dat wat? Ja, dat is... Hallo, schat. Ongelooflijk. Sorry Hallo. Hoor, dat ik zo laat ben. Ja. Maar, sorry hoor, maar daar staat jouw man. Oh ja? Ja, kijk maar. Sorry, je neemt het me toch niet kwalijk, hè? Ik neem niks kwalijk. Ik heb al meer zoenen gehad de afgelopen jaren dan hij. Ja, dan ben ik nooit getrouwd. Ik kom niks te kort. Zo is het, hoor. Ze zijn samen een keer op vakantie geweest. Oh, ja. Ze hebben het verschil niet eens gemerkt. Niet eens. Nee, hoor, zeker niet. Mevrouw Brussel, gebruik van sherry. Ja, alstublieft. Maar het heeft op zijn voordelen. Ik krijg kiespijn. Hij gaat een tandarts. Oh, ja, weet je nog dat ik een keer ben aangehouden voor het hard rijden? Ja. Moest hij mee voor de bloedproef? Ja. Maand gevangenisstraf, hoor. Ja, ja. Ja, we hebben het samen eerlijk gedeeld, hè? Ja. Ik 2 weken, hij 2 weken. Ook dat. En bij de kleermaker is er voordeel. Voordeel. Is voordeel. 2 lapjes stof. Ja. En 1 van ons hoeft maar te passen. Want we hebben natuurlijk dezelfde maat. We kunnen elkaars kleren dragen. Dat? Niet gelijktijdig natuurlijk, maar u begrijpt wat ik bedoel, niet? Ach, dat is toch te gek. Jullie kunnen toch niet elkaars kleren dragen? Nee, niet. Waarom niet? Ja, dit zijn toevallig hele nieuwe jasjes. Ja. Wacht eens even. Wat? Hier staat Henk in. Oh, kijk jij eens even. Kijk jij eens even. Hier staat Henk in. Nee. Oh, sorry, dan heb ik jouw jas aan. Nou, hadden we niet gelijk moeten passen. Een ogenblikje. Ja, dat is een beetje dom. Ja, dat is zeker een beetje dom. Zo, ja, kijk, vergissing is natuurlijk menselijk, hè? Ja, natuurlijk. Maar had natuurlijk de naam erin moeten zetten. Ja, dat had natuurlijk veel makkelijker geweest. Dat kan weer allemaal. Oké. Never mind. Zeker niet. Het is weer opgelost. Oh ja. Zo. Een stuk beter. Ja, niet zo. Zo, daar. Oké.
Maar dat past nu helemaal niet. Dat zit iedereen. Oh nee, dat is de lieve snit. Ja hoor, dat moet tegenwoordig juist slank. Hè? Ja. Ik moet afkleden. Ja. Dat is nieuw. Hé, hey, hallo. Hallo. Hé, hey, dat Henk. Dag. Zie ik. Henk? Nieuwe jasjes. Ja joh, wij doen met de mode mee. Ja, blits. Heet hij ook Henk? Ja, ook Henk. Nou, we hebben een grapje gemaakt. We zijn helemaal geen tweeling, hoor. We zijn geen tweeling. Nou, zeg het maar, zeg het maar. We zijn een drieling. Een drieling! Ja. 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 Dames en heren, goedenavond. Vanavond is er geen nieuws. Als intermezzo gaat u luisteren naar Pianospel. Hier is een zojuist binnengekomen bericht. In de televisiestudio te Hilversum is zojuist een befaamde concertpianist doodgeschoten. De dader is nog onbekend en wenst ook onbekend te blijven. Dames, we hebben meer verstand van BH's als dat u dacht. Want of u er veel heeft of weinig, u bent nu altijd sexy met de Upcup BH. De elastische band aan de ene zijde, de elastische band aan de andere zijde en de elastische band van onderen. Dus u begrijpt wel. Ja, wat heb ik dan moeten doen? Daar hadden ze me een andere pop moeten geven. Deze is stuk. Bent u gewond? Van eigen auto naar het ziekenhuis? Wel nee. Een eigen fiets misschien? Ook niet. Nee, in zo'n geval kiest u natuurlijk voor de ambulance. U heeft comfort, u heeft veiligheid. En u bent in vertrouwde handen van de vakmensen. Ja, in zo'n geval kiest u voor dit en vergeet u niet de naam. Ali's Ambulance! Zal ik even kijken wat het tweede net is. Seks van de klok laat, weet je dat? Nou, het is op televisie nog niet eens zo erg. Maar wat denk je in de bioscopen? Ja. Als ik die nieuwe filmkrant zie, jongen. Alleen die titels al. Dan kijk, zo'n koopje.
Oh, die had je al jaren. Ach, ik begrijp niet wat voor mensen naar dat soort films toe gaan, weet je dat? Dat begrijp ik niet. Die mensen zijn voor mij ziek. Dat moet je niet zeggen. Dat moet je... Toevallig loop ik verleden week langs zo'n seksbioscoop. Hij gaat toevallig uit. Ja. Kwam een keurige man kwam eruit. Oh. Ben ik toch benieuwd hoe zo'n man over zo'n film denkt. Ja. Ik ga er iemand toe. Ik zeg, meneer, hoe vond u de film? Wat denk je wat hij zegt? Ja. Ongelooflijk. Dit heb ik van mijn leven nog nooit gezien. Oh. En dat wil heel wat zeggen, want ik ben gynaecoloog. Mooi, Wiet. Zeg, ik mag misschien oud worden. Nou, het is niet te zien. Maar ik kijk het liefste naar mijn goudvis. Nou, dan word je zeker oud. En er zit een gevaar in, dat weet je. Nee. Je gaat op den duur op je huisdieren lijken, weet je dat? Nou ja, honden en katten misschien, maar toch niet twee van die lieve onschuldige visjes. Nou, ik vind je een vreemd hondje hebben. Ja. Ik zou zeggen, amuseer je eigen met je visjes. Maar... ik ga even naar Harry toe. Nee, hey, we moeten die scène van de grill nog repeteren. Doe ik als ik terugkom, anders is het bezoekuur om. Oh. Het bezoekuur. Bezoekuur. Het bezoekuur. Arrivederci. Ja, jongen, doe er goed aan Harry, hè. Tot zo. Hoi, hoi. Zo, zal de baas jullie eens even lekker verwennen dan. Zo. Hoe vind je hun? Ze mochten willen dat ze op ons rekenen. De enige met hun hebben is misschien een gouden vulling in de mond. Ja, nou, aan de andere kant kan best dat ze op ons beginnen te lijken. Zijn er al zoveel shows van hun in het water gevallen. Ja. Nou, kan ons niet gebeuren. Wij zijn waterproof. Ja, ja, wij goudvissen staan niet bloot in kritiek. Nee. Je hebt wel een kattententoonstelling en een hondententoonstelling. Ja, maar geen goudvissententoonstelling. Nee. Ik zie mijn baas al zitten, zodat ik in de rij rond moet zwemmen in een kommetje. En hij ernaast zit aan een tafeltje met al zijn onderscheidingen. Ja. En al die duizenden mensen die langslopen, die maar kijken hoe ik in mijn blootje ligt te dobberen. Moet er niet aan denken. Nee. Nou, mensen vinden het best leuk in hun blootje te zwemmen tegenwoordig. Mijn vorige baas ging altijd speciaal naar Saint-Tropez om naar blote zeemeerminnetjes te kijken. Oude viezerik. Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik verveel me af en toe wel hoor, in de kom. Ja. Ik droom er wel eens van dat ik in Italië woon, hè. Oh, ja. En dat ik zo door die kanalen zwem. Oh, wat zou dat een feest zijn, zeg. Wat een ruimte, hè. Alleen die kanalen zullen ook wel vervuild zijn, net als hier bij ons de Rijn en zo. Ja. Want de mensen gooien maar alles in het water, hè. Houden eigenlijk geen rekening met ons vissen. Nee, nee, wat dat betreft mogen we niet mopperen, hè. Ons kommetje is altijd even schoon. Ja, gelukkig wel. Hoewel, de laatste keer met dat feestje, dat een van de gasten een half liter jenever in de bak heeft gegooid. Nee. Weet je dat nog? Oh, daar was jij niet bij. Nee, was ik alleen. Oh, vreselijk. Jongen, wat ben ik bezopen geweest. Oh. Ik wou eruit komen om de kat op te vreden. Nee. Nou, het gevaar hebben we gelukkig niet van een kat in dit huis. Nee, nee. Want wij zijn niet voor de poets. Nee, zeker niet. Hoor, nee. Hoewel, een paar weken geleden ben ik ook zo geschrokken. Oh. Toen hadden ze zo'n klein enke boutertje op de rand gezet. Oh. Met een hengeltje in zijn hand. Oh, ik dorst niet eens naar boven te kijken. Zo bang was ik. Oh, wat voor... gelukkig dat ik dat niet heb meegemaakt. Nou was mijn vorige behuizing ook niet alles, hoor. Hadden ze een klein zoontje thuis, die was niet bepaald snugger. Zijn moeder zei eens een keer tegen hem, heb je de goudvis al vers water gegeven? Zegt hij, nee mam, heb het water nog niet eens op waar ik hem gisteren gegeven heb. Ja, die mensen hebben geen respect meer voor ons. Nee. Ze vergeten dat wij rijk geworden sardientjes zijn. Zijn wij. Ja. Maar weet je waar ze ook geen rekening mee houden? Nou? Met seks. Seks? Seks. Ja, ze stoppen ons maar als twee mannen in een kommetje samen. Nou, al ben ik een vis, ik wil ook wel eens wat. Ho, 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 wie jij je driften voor jou, hoor. Oh, ja. Ik heb mijn principes. Ik laat geen man aan mijn schubben komen. Wat je gelijk hebt. Voor een goudvis is niet alles goud wat er blinkt, waardoor de moed zo nu en dan naar de bodem zinkt. Is af en toe in deze kom een troepel zaakje. Want je slaat hier niemand ooit eens aan je haakje. We zijn twee hommetjes, zonder kuipjes. We zwemmen wat water op en neer achter de ruimtjes. Maar wat voor ons als vis gewis een heel gemis is, dat er voor hom in deze kom geen vrouwtjesvis is. Zo seksloos is het leven van een mannenvis dus. En wij verlangen al zo lang naar een echte viskus. Maar zeg je dat tegen hem, sla je een flater. Want door de viskus houden zij het hoofd net boven water. Kom, ik maak een ommetje. Door het kommetje. Harry? Ja?
Ding, 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 ding. Zeg hem meteen, Harry. Zeg, zeg er prima bij, boy. Helemaal vacuüm verpakt. Houd je goed. Ah, grappie. Zeg, kijk even. Ik heb iets voor je meegenomen. Lectuur. Het heeft niet veel om het lijf, maar daar hou je even. En, kijk eens even. Hé, hey boy. Vriendje, vriendje, vriendje. Zo. Zo, nou. Je hebt een prachtige kamer, vind ik. Oh, voor ik het vergeet, de groeten van hem. En van harte wetenschap natuurlijk, hè. Zo, jongen. Nou, dat is hier weer mooi, hè. Zeg, zal ik je een paar druifjes geven? Ja, prima, druif, jongen. Kerstvers. Even kijken. Zo. Oh, dat gaat moeilijk. Nee, dat gaat niet. Zonde, hoor, want je weet niet wat je mist. Prima, druifje. Ik heb dat daar niet voor je. Zeg, voor ik het vergeet, over je vrouw hoef je geen zorgen te maken, hoor. Nee, daar wordt op gelet. Dat doet Hans, weet je wel. Hans Bijvoet, die ken je toch wel? Jongen met een zwarte snorretje, weet je wel. Een beetje playboy-achtige jongen. Nou, dat klopt ook wel, want zijn moeder is toiletje vrouw in het Dominicaine Hotel. Met een beetje vrouw. Voor een weekendje meegenomen, naar Parijs. Wat is het nou? Man. Jij bent een jongen, je geeft het ook nood op, hè. Jij blijft doorhalen. Dat zeggen ze op de club ook altijd. Harry is een jongen, Harry geeft het nooit op. Jongen, 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 jongen. Het is ongelooflijk met jou, hè. Maar hoe komt het nou dat als jij een paar neusjes hebt gedronken, dat je denkt dat je kan vliegen? Ongelooflijk. Dat is nou al de vierde keer dat je hier in het ziekenhuis ligt, hè. Het is toch niet gewoon met jou, hè. Ja, geeft het niet graag op, hè. Want die avond had je hem ook weer te pakken. Jongen, 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 het ging je hard, hè. Pilsje of 10. 6 borreltjes. Ja, en er was nog iets aan de hand. En toen, toen ben je overgegaan op de cognac. En dat was fout. Ja, ik zag je gaan. Ik denk, oh, die gaat verschut. Ik zag hem al schuiven, zo. Hey. En toen ineens zie ik je weer staan op de venster. Bij het clubgebouw, zo op de vensterbank. Jongens, ik kan vliegen! Ik wou je eerst nog tegenhouden, maar ik denk, ja, misschien lukt het een keer, hè. Jij geeft het nooit op, hè. Zeg maar, wil jij een lekker nootje? Oh, dat is een beetje moeilijk, hè. Ja, prima, want ik heb prima spul gehaald, joh. Eerste klas zaak. Dat is wel duur, dit bakje, maar ja. Ja, want ze zeggen wel eens, dronken mensen, als ze vallen, de benzieren zwijgen nooit. Dat is bij jou even anders uitgepakt. Want je hebt weer een kletter gemaakt, zeg. Wacht even. Ik heb een idee. Zo, prima. Even kijken. Keurig. Mooi gedaan. Zo, jongen. Hé, hey, prima noot, hoor. Zonder dat je niet kan eten, zeg. Je hebt een mooi uitzicht, hè. Hoe hoog is die nou? 12 hoog? 12, ja. Ah, mooi uitzicht. Lekker ruim, hè? Oh, je kan natuurlijk niet veel zien, hè? Zal ik je een beetje naar het raam schuiven? Voor een beetje frisse lucht? Klein beetje frisse lucht? Je legt er zo brauw bij. Doe gewoon. Voor mijn kleine moeder. Nee. Ga nu. Klaar. Zo. Ben je er zo? Kleine frisse lucht in de longen, hè? Zo, zo, nou, mooie kamer vind ik, hoor. Oh, ik heb een verhaal, ik heb een mooi verhaal. Dat schiet er even op de club. Wie was er? Ome Ko. Ome Ko de Neut, weet je wel, ook weer half aangeschoten. Had me een gave wiets. Zal ik je even vertellen. Ken jij het verschil tussen een vrouwenhand en een koekenpan? Nee? In een koekenpan blijven de worstjes klein. En in een vrouwenhand krijg je een eibakken. Vind je ze leuk? Ja. Ik voel het blauw. Maar ja. Ik vind toch een beetje benieuwd. Ja, ik ben ook een beetje nerveus. Oh, je kan natuurlijk niks zien nou, hè. Zet je een beetje opdraaien? Voor mij een kleine moedje, hoor. Kan je een beetje naar buiten kijken?
Staat weer stil. Nou, even de tijd bellen. 2. 8 minuten en 29 seconden. Bij de volgende toon is het 21 uur, 8 minuten. Hallo, Annie. Ga weg jij. En 30 seconden. Bij de volgende toon. Nou, niet doen! 21 uur, hou op nou! Ik weet heus wel dat je het lekker vindt, Annie. Ja. 8 minuten. Ik pas hier hoor. En 32 seconden. Ah, doe Annie, doe niet zo flauw. Bij de volgende toon. Ach, man, het kan het buiten alles spelen. Nou ja, dat is niet te geloven allemaal. En dan ging dat vroeger heel wat romantischer, hoor. In die oude tijd dat er zo'n man s'avonds op straat liep, met zo'n grote bel. 9 heet de klok. Ja, dat was een romantische tijd, hoor. De klok heet 9! 9 heet de klok! De klok heet Tine, Tine heet de klok. Ja, er is eigenlijk niks veranderd, hè. Hey, dag Marianne. Oh, nee, ik mag binnenkomen. Jij altijd. Zo, gezellig. Kijk eens, cadeautje. Om heen? Eergisteren gekocht in Hongkong. Oh, wat ga jij toch altijd ver om te winkelen. Maar dat moet je echt niet doen voor iedere reis een cadeautje. Oh, waarom niet? Kijk, zo kan ik nog eens iets terug doen voor al die telefoontjes die je voor mij aanneemt. Ja, dat doe ik graag. Ja? Zeg, Marianne, ik pak het direct uit. Ja? Mijn collega heb jij nog nooit ontmoet, geloof ik, hè? Dat is leuk. Piet, hallo. Dit is Marianne. Mag je voorstellen, dag, Piet? Oh, ik heb veel over je gehoord van René. Oh, ja? Ja? Nou, ik heb alleen maar de goede dingen van je verteld. Ja. Oh, was hij zeggen zo kwaad? Nee, dol niet. Jongens, ga lekker zitten. Ja, dus namelijk, Marianne is... Marianne is mijn nieuwe buurvrouwtje, stewardess. Oh. Ja, gezellig. Jongens, wat drink jij? Sherry graag. En jij? Een gele rakker. Een gele rakker. Ja. Zeg, stewardess. Ja. Dat zijn wel veel van de wereld hier. Dus. Heel afwisselend. Ik ben net gisteren uit Hongkong gekomen. Zo, ja. Hongkong. Ja, ik zou ook zo graag een keer naar het Midden-Oosten willen. Maar mijn vrouw durft niet te vliegen. Mijn vrouw durft niet. Krijg je er niet in? Och, wat jammer nou. Nou, weet je, dan moet je toch eens tegen je vrouw zeggen dat tegenwoordig vliegen veel minder gevaarlijk is dan autorijden. Nou. Wat jij nou zegt, ik probeer het er iedere dag te bewijzen in de auto. Zeg, kijk eens, dat had weer bijna ongeluk geweest. Kijk uit, dat had weer bijna ongeluk geweest. Ik heb er eindelijk overtuigd, hoor. Oh, ja. Dus ze durft niet wel te vliegen? Nee, sterker nog, ze durft ook niet meer in de auto nou. Jongens, wat zijn jullie pessimistisch aan het praten? Ja, dat is het toch. Kijk eens maar, angst voor vliegen. Ja, nou ja, ik ben ook geen held, dat weet je wel. Je hebt proost, ja. Hè? Ja, proost, jongens. Een halve. Nee, ik ben ook een beetje bang voor vliegen. Ik zeg het eerlijk, hoor. Maar weet je wat mij nou zo beangstigt? Nee. Nou. Ik heb nog nooit een oude stewardess gezien. Ach, vind je dat gek? Ja, weet je, jongens, als het je tijd is, dan ga je toch wel. Ja, ja maar mijn vrouw zegt al, verbeeld je, het is de tijd van die piloot. Ga je mee? Nou, jullie begrijpen er echt helemaal niets van. Jawel. Je zou eens in de schoenen moeten staan van een vrouw. Dat heb ik 1 keer gedaan. Toen ben ik meteen afgekeurd voor de militaire dienst. Vrouwen, ja, maar het is voor meisjes als Marianne natuurlijk moeilijk om een vaste relatie te beginnen. Ja, weet je, ik ben, zoals je het noemt, een vliegende vogel. Ja. Ja. En je kent de spreekwoord, hè? Beter 1 stewardess in de hand als 10 in de lucht. Ja, inderdaad, ja. Nee, maar het is een leuk vak. Ik geloof dat jullie me echt een beetje zitten te plagen. Nee. Helemaal niet, Marianne. We hebben het beste met je voor. Ja, nee. Ik vind het een fantastisch vak, en zo afwisselend. Ze zit de ene dag tussen de cowboys, jongen. Andere dag zit ze weer tussen de Eskimo's. Dan weer tussen de Japanners. Ogenblik. Ik kan niet meer. Nee, ook 8 maanden lopen we al hier in deze hete Sahara. Het is er niet goed van, maar het moet hier zijn. Het moet hier zijn, dat kan niet anders.
Volgens de kaart moet het hier in de buurt zijn. Ik heb het! Wat? Ik zie het! Wat? Nee, professor! Daar! Wat? Ja! Professor, daar. Hebben we het gevonden! Nee! Gaat u mee? Gaat u mee? We hebben het gevonden, professor! Eindelijk! Kijk eens eventje. Dat is een geluk, mensen, professor. Ik zou zeggen, collega gaat u als eerste naar binnen toe. Nee, u bent de leider van onze expeditie. U heeft het privilege. U heeft het eerst ontdekt. Ik dank u, vriend. Ik zal meteen de daad bij het woord voeren. Jawel, professor. Waar is de ingang? Ik weet het, ik moet u even kijken, professor. Ja. Voorzichtig, ja. Professor. Kan ik u helpen? Gebert, ja. Kan ik u helpen? Ja. 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 Zo. Gaat het, professor? Ja. 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 Zo, voorzichtig. De beelden zijn nu. Blackjack! De Montana Boys zijn in de stad! Ze hebben net de kruidenier dood geschoten! Oh. En toen hebben ze de kerk in brand gestoken! Oh. En daarna zijn ze naar jouw huis gegaan en ze hebben jouw huis helemaal plat gebrand! En je vrouw aangerand! En je paard doodgeschoten! Oh. En nu heb ik gehoord dat ze hier naartoe zijn! Om jou te halen en je op te hangen hier op het marktplein! Blackjack, wat denk je dan te doen? Wat denk je dan te doen, Blackjack? Ik weet het niet. Hoes! Hoes! Zes! 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 Dertien! Dertien! Ik moet naar mijn werk. Jammer. Oh, dat gaat niet. Oh, dat gaat niet. Goedenavond, mevrouw, meneer. Hebben we al cursus gemaakt? Ja, ik wilde graag een chop choy en daarna fuyong hai. Ja, dat doe ik mee. Dan wil ik er haai even in de soep bij. Geef u maar 6, 13, 13 en 48 als u en 48. Dit is... Wilt u nog een kopje koffie nagebruiken? Pietje, heb jij trek? Ja. In een lekker stukje leverworst? Ook, ja. Kom even proeven. Ga voor, ga voor, ga voor. Franse leverworst? Franse leverworst. Ja, jongens, kijk eens. Oh. Ziet er lekker uit. Een heel stukje. Is een beetje van de kleur af. Ja. Ik neem wel een toosje. Dat vind ik veiliger. Ja. Gezellig, hè. Ja. Zo. Zeg, ik had het net over het vliegen. Maar ja. Weet je wat ik nou zo vervelend vind? Zo'n uur of 10 in zo'n kist, hè. Dat duurt zo lang. Ja, ja. Nou, dat valt echt reuze mee, hè. Weet je, we houden de mensen bezig. We geven ze wat te eten, wat te drinken. Oh, en we vertonen tegenwoordig de nieuwste films. Ja, vind ik ook gevaarlijk. Vind ik ook gevaarlijk. Gevaarlijk? Ja. Verbeeld je, zit een man die die film al gezien heeft. En hij wil eruit. Laat je een rotfiguur, hoor. Ja. Nee, maar ze worden genoeg bezighouden. Oh, ja, wel. Oh, we rennen wat af en aan, hoor. In die lange DC-10's. Het zijn groot. Ik heb er een keer ingezeten in zo'n grote Jumbo. Ja. Moest ik helemaal naar achteren doen naar het toilet. Ja. Voor ik terug was op mijn plaats, moest ik weer eten. Nee, ja, afstanden. Afstanden, hoor. Ja, die kinderen lopen kilometers. Ja, jullie lopen wat af, hè. Kilometers. Maar we vinden het niet erg. Nee. Kijk, het is ons vak. Ja, precies. En je blijft er slank bij. Ja, ook dat. Ja, ja, dat ben je. Ja, hoeft niet om een dieetje. Nee, gelukkig niet. En je hoeft ook niet naar zo'n damesstormvereniging om af te slanken. Is ook leuk, ook leuk. Oh, heel leuk. We'll be right back.
Elke woensdagavond gaan de wijn turnen in Amsterdam. Het is zo heerlijk voor de slanke lijn, turnen in Amsterdam. Ook al doen ons alle spieren pijn, turnen in Amsterdam. Het is zo heerlijk, onontbeerlijk, al plezierlijk, bij ons dierlijk. Maar wat geeft zo'n vuil of schram, als we turnen in Amsterdam. Als we turnen in Amsterdam. Kom mee, dan turnen we allemaal. Wij doen het in een hele fraaie zaal. Wij zingen dat één hoorde niet. Armen hoog en anders niet. Armen hoog klinkt ons niet, armen hoog klinkt ons niet, armen hoog en het anders niet. Varen, 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 wat moet dat zien? Varen, varen, denk om mijn haren, varen, varen, ik kan niet meer. Daar komen ze aan, met vrolijke wijsjes voor alle man. Wat hebben ze een charme, wat hebben ze een pret. Dat doen van de taartjes en al dat vet. Hand in hand, lieve dames, hand in hand. Het is kwart voor één, wij gaan lekker saaien. Wij zijn niet van steen. Hand in hand, lieve dames, gymnastieken is wat fijn.